Tip voor de griffier: laat voorzitters ingrijpen bij technische vragen. Tijdens een observatie van een gemeenteraad zag ik het volgende gebeuren. Het onderwerp was: er moeten meer bomen in het centrum komen. En de raadsleden stelden vragen als: ja, wat is nou precies het centrum? Hoe dik moeten die bomen worden? En waar komen die bomen nou precies te staan? Elke griffier zal het herkennen. Het was een overschot aan technische vragen. In onze trainingen benoemen we vaak het verschil tussen een technische en een politieke vraag. Begrijp je het niet of ben je het er niet mee eens? Als je niet begrijpt en behoefte hebt aan verduidelijking, is het heel vaak een technische vraag. Die kun je beter vooraf schriftelijk stellen. Maar als het gaat over maken van keuzes, over politieke keuzes, bijvoorbeeld waarom investeren we in een nieuw bedrijventerrein, terwijl we de andere kant graag een duurzame gemeente willen zijn, dan gaat het heel vaak om politieke keuzes en is het ook een politieke vraag. Laat de voorzitter ingrijpen bij technische vragen. Ik heb één keer gezien dat de voorzitter dat op kordate wijze deed. Hij zei tegen de wethouder dat niet de technische vraag beantwoord moest worden, maar de politieke vraag. Dat kwam uiteindelijk de hele vergadering ten goede. Het was een verademing om dat te zien. En dat zou ik vaker willen zien bij gemeenteraden.